Dit is dus de eerste keer weer dat ik op hem in mijn eentje ga rijden, dus zonder iemand erbij. Wat lief die dan. Ik maar denk dat het van Sjoerd was. Zij gaat hier al af. En een okser erachteraan. Dus ik dacht echt, Mar, echt applaus voor jou. En die gooit hem dan weer terug. Kijk, ik heb echt een superleuk parcours opgezet. Goedemorgen allemaal. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik dacht dat het misschien ook leuk is om in het nieuwe jaar vaker outfit of de dateetjes te laten zien. Dat probeer ik pas wat vaker te doen, maar ik hou het meestal niet zo lang vol. Dus het wordt ook een voornemen voor dit jaar. Ik heb dus aan een shirtje of een base layer, longsleeve, hoe je het ook wil noemen, van Horse is deze. Ik vind de kleur heel erg mooi. Ik heb mijn eigen riem om, maar dit is wel de oude versie en niet de nieuwe. Want ik zag hem liggen en toen dacht ik, ja, deze riem is ook nog helemaal goed. Dus waarom zou ik ze niet gewoon gaan afwisselen? Deze groene rijbroek is van BR. Oh, de spiegel is ook lekker schoon, zo te zien. Dat is deze. Deze sokken zijn van Viv. Maar die zijn echt wel heel oud. Die vallen ook een beetje uit elkaar. Maar omdat ze bruin zijn, draag ik ze vaak nog wel. En trouwens, hier op de achtergrond zie je de ballonnen van de Happy New Year. Maar deze dingen waren echt vreselijk. Want echt maar 4 ballonnen. Nou, het is nu al van 2 dagen oud natuurlijk. Die hebben we goed opgeblazen gekregen. En de rest gewoon niet. Dus die hebben we doorgeprikt en met plakband vastgemaakt. Maar dat werkt natuurlijk echt voor geen meter. Dus we hadden hem hier opgehangen. Ik heb verder echt geen enkel bewijs van mijn nieuwjaarsdag of oudersavond of mijn jaarwisseling. Want we hebben echt geen enkele foto gemaakt of iets in die richting. Ik heb het gevierd samen met Carmen, die was hier. En Anissa met haar babytje Riff, die waren hier ook. Dus we waren met z'n viertjes. En we hebben echt gewoon alleen maar lekker gegeten. Lang leven de liefde gekeken. Spelletjes gedaan. En nou, rond 3 uur of zo zijn we uiteindelijk gaan slapen. Dus eigenlijk was het gewoon best wel gezellig en heerlijk lekker rustig. En de paarden hebben het ook super goed gedaan. Die waren echt heel erg rustig. We hebben rond 1 uur of 7 of zo ben ik bezig kijken. Rond, niet eens daarna meer. Want ik heb ze op de camera's een beetje in de gaten gehouden. Rond 12:30 ben ik nog een keer bezig kijken. Maar ze deden het echt super goed. Dus daar ben ik echt heel erg tevreden over. Wat altijd jammer is van proberen een matchend outfitje aan te hebben, is dat je dan in de winter weer een jas eroverheen aan moet. Dus dat er vrij weinig te zien is van je matchende outfit. Daarom doe ik eigenlijk altijd deze body warmer. Deze komt bij Kramer vandaan. Doe ik er overheen. Want die past dan nog bij mijn tuig. Ook al heeft Nacho een zwart zadel. Maar wel natuurlijk bij mijn hoofdstel en mijn cap en mijn laarzen en zo. En dan doe ik er wel een jas nog overheen. En dan hoop ik. Dan doe ik even deze eroverheen. Dit echt totaal niet match. Deze jas is dan weer van BR. Die echt totaal niet matcht met mijn rijbroek. Dus ik hoop dat ik hem uit kan doen tijdens het rijden. Omdat het dan te warm is. En anders ga ik echt met een volledige mismatch door het leven. Zoals jullie hopelijk wel begrijpen, zijn een aantal outfits van mij altijd gesponsord. En een aantal die heb ik ook zelf betaald. Ik weet niet of het nodig is om echt bij elke outfit te zeggen wat ik gekregen heb en wat ik gewoon zelf gekocht heb. Maar meestal heb ik elke outfit die ik een keer gekregen heb ook een keer unboxed of op Instagram laten zien. Dus wellicht weet je het op die manier. Goedemorgen, meneer Marley. Staat lekker in zijn eetje hier zo te eten. Dat is fijn. Waar is de rest? Nacho staat helemaal achterin. En die andere twee staan naar verwachting, denk ik, dan hier binnen. Nee, die staan daar niet. Hey, goedemorgen. Jij hebt lekker vrij vandaag, toch? Volgens mij. Nee, je hebt helemaal niet vrij vandaag. Maar je hebt vanavond springles gaan wij doen. Want de springles is vanaf het nieuwe jaar dus op maandag. Dus we gaan elke maandag als wij kunnen en tijd hebben. En het in jouw planning past maar. Gaan we lekker springen? Ja, in de grote bak. Dus dat is wel leuker. Ik krijg straks je ontbijt. Ik ga eerst even Nacho pakken. Maar waar zijn die andere twee dan? Hey, Nacho komt hier vast heen lopen. Oh, daar zijn ze. Komen in één keer zo om het hoekje zitten. Hey, troepjes. Hallo, wat een plas water, jongens. Wat heeft het geregend de afgelopen dagen. En het gaat de aankomende dagen ook nog regenen. En het gaat over een uur ook regenen, Natje. Dus ik wil eigenlijk voor dan gereden hebben. Kijk hoe vol die wadi ook ligt, hè. Oh, zo jammer dat hij weg moet. Hé? Hey? Ze denken dat ze eten krijgen. Nee, we gaan eerst even Nacheroni rijden. Hallo, liefje. Heb jij zin om even te rijden? Heb jij zin om eventjes te rijden? Hoe zien wij eruit vandaag? Oké, we zijn niet vies qua modder. Je bent wel echt vies qua kleur, hè? Vies peukje. Droppie. Jullie zijn ook dropjes. Allemaal dropjes hier. Ik ga even de sluis openzetten. Want dan kan ik straks met Natjes lekker makkelijk de bak in. Ho, hek gaat er vandoor. De wind komt dus echt altijd vanaf die kant. Dus dan als ik mijn hekken
zo open hebt staan, dan waaien ze automatisch open. Kijk, want die waait dus ook weer terug. Voordat ik Nutje ga pakken, wil ik namelijk even kijken hoe de bak erbij ligt. Omdat het dus zoveel geregend heeft. Hij is goed. Hij is heel lekker stevig. Ik denk de eerste... Nou, nee, het valt mee. Op bepaalde plekken denk ik dat de eerste centimeter, misschien halve centimeter, wat sompig is. Maar voor de rest is hij eigenlijk heel erg stevig. Dus ik ga even deze balken trouwens, als die nu toch hier liggen, ga ik die even op drafafstand voor hem leggen. Misschien kunnen we die meenemen. En dan ga ik daarna lekker Nacho pakken. Goedemorgen, vriendin. Hey. Hallo. Waarom loop jij voor mij weg? Hey, lieve schat, jij hoort een hond blaffen. Dat vinden wij niet leuk. Nee. Oh, klein dropje. Wij zijn er bijna helemaal klaar voor. Hij staat voor zijn doen best wel rustig hier op de poetsplaats. Dus ik ben best wel druk. Best wel trots, wilde ik zeggen. Ik doe alleen nog even zijn hoofdstelletje om. Dan ga ik ook even één rondje met hem door de bak heen. En dan stap ik hier buiten altijd op de stenen eventjes op. Dus het is de eerste keer weer dat ik op hem in mijn eentje ga rijden. Dus zonder iemand erbij sinds mijn val. Dus ik vind het natuurlijk een beetje spannend. Maar ja, hij doet het zo goed de laatste 2 maanden. Dat ik het wel aandurf met hem. Hè? Dus laten we 2023 op een goede manier beginnen, jongen. Schatje? Nou, ik ga even zijn hoofdstel omdoen. Ik ben klaar met rijden. Net wel, net niet op tijd. Want het laatste stukje ging het wel een beetje regenen. Maar het ging op zich, het begon gewoon miezer. Het ging steeds harder. En als je dan wel lekker aan het rijden bent, dan valt het allemaal best mee. Ik heb er niet zo erg veel last van. En toen wilde ik net naar binnen lopen. En toen zag ik dat er een pakketje geleverd was van Griets. Dus hier zal aan het gewicht te voelen een ballon in zitten, denk ik. En ik verwacht ook wel dat die van Sjoerd komt. Want Sjoerd die doet altijd... Dat soort dingen. Het zou grappig zijn als het trouwens nu niet zo shoot is. You are the best. Wow, god. Kijk, you are the best staat erop. En echt een ziek grote envelop. 2023, time to sparkle. Ik heb eigenlijk nu ik dit zie niet het idee dat het van shoot is omdat het roze is. Maar we worden zo van Anne. Wat lief. Lieve Vee, wat is het afgelopen jaar weer snel voorbij gevlogen. En wat heb ik weer genoten van Team Vlienhooi. Ik kan niet vaak genoeg zeggen hoe dankbaar en blij ik ben dat ik al meer dan 2,5 jaar werk voor jou. Afgelopen jaar hebben we weer mooie projecten gemaakt. De succesvolle Instagram cursus, Facebook en Instagram advertenties, Horse Event Weekend, Black Friday en nog zoveel meer. Naast alle grote projecten kan ik ook echt genieten van de leuke middagjes weg die we maken. Gezellig lessen bij Mireille of even naar Duitsland voor de nieuwe kledingcollectie. Ik geniet van elke minuut. Je bent niet alleen een inspiratie voor alle 100.000 volgers, maar ook zeker voor mij. Ik vind het zo knap hoe je het allemaal doet. De liefde die jij geeft aan de paarden. Altijd streven naar de beste kwaliteit video's. Altijd openstaan voor kennis van anderen. Je kennis delen op een mooie manier in je vlogs en in de podcast. En altijd zo open en eerlijk. Love it. Ik geniet elke dag van het werk en ben super benieuwd wat 2023 ons gaat brengen. Veel liefs van Anne. Anne, I can't. Wat lief dit. Oh, en ik maar denken dat het van Sjoerd was. Meestal Sjoerd namelijk alle ballonnen. Oh, zo lief dit, Anne. Dankjewel. En, oh jongens, jullie moeten eens weten. Anne doet natuurlijk zoveel achter de schermen wat jullie wellicht wel of niet doorhebben. Maar zonder Anne had ik ook zoveel dingen niet kunnen doen. En zonder natuurlijk de stagiairs ook. Echt, ik geniet ook zo van Anne. Ik had het daar letterlijk. Ik zat dus natuurlijk eergisteren bij de kapper.
En toen hadden we het over na het personeel. Want zij had net die zaak overgenomen. Het is natuurlijk heel moeilijk tegenwoordig in een dorp vooral om personeel te vinden. Eigenlijk overal, maar ook bij de kapper en zo. En toen had ze het ook over van ja, dan investeer ik maar in studenten die net van de opleiding afkomen. Die kunnen dan natuurlijk nog niet zo heel veel, maar dan investeer ik daar graag in de hoop dat ze dan lang bij me blijven. En toen zei ik, ja, dan heb ik echt precies hetzelfde eigenlijk met Anne. Of met andere mensen waarmee ik samenwerk. Daar begin je dan een soort van klein mee. En daar investeer je dan in de hoop dat ze dan lang bij je blijven. Want als een Anne bijvoorbeeld maar een half jaar bij me blijft en dan zegt, ik ga weer ergens anders heen. Dan, ja, in een half jaar kan je eigenlijk niet eens zo heel erg veel. Ik merk het ook met mijn stagiairs. Degenen die er maar 3 maanden zijn, eigenlijk pas aan het einde van die 3e maand, dan pas begin je echt een soort team te worden. En kan je echt dingen uit handen geven. Daarvoor ben je ze alleen nog aan het begeleiden. En bijvoorbeeld merk ik met Polly, omdat hij er 6 maanden was, dat het al veel makkelijker aan het einde ging. En met Anne is het dus alweer 2,5 jaar dat het echt lezen en schrijven samen is. En ik zou ook echt niet zonder jou kunnen, Anne. Ik ben ook heel erg dankbaar en ik vind het ook heel erg gezellig dat we dit allemaal doen. Nou, ik ga haar natuurlijk straks nog even een persoonlijk appje sturen. Maar echt super lief, echt leuk. Zo, het volgende paard is aan de beurt. Mars lekker opgezadeld. We hebben vandaag weer springles en ik heb niemand die mij helpt. Het echte struggle van even geen stagiair hebben. Dus ik ga mijn GoPro opdoen, zodat je toch lekker mee kunnen kijken. Iets wat aan de late kant, want ik kreeg op een of andere manier de stekker van mijn trailer. Echt met geen mogelijkheid in, tussen de stekker ja, van mijn trailer in mijn auto. Dus dat was raar. Maar goed, ik ga dus even opschieten, nog even hoofdstel om en dan zijn we er klaar voor. En als we dan deze leuke GoPro beelden hebben, dan is het ook wel leuk om een voice-over toe te voegen. Alhoewel ik het jammer vond dat we niet een ook beeld vanaf de zijkant hadden, is dit eigenlijk nog misschien wel leuker om het te zien, want je ziet echt wat we aan het doen zijn. Hier liet mijn instructeur ons wat oefeningen doen, namelijk op de lange zijdes eigenlijk in de verlichte zit gaan. En dan moet je dus kort gaan draaien om deze hindernissen heen. En je zag hier dus al net gebeuren dat Marley dan terugvalt in draf. Tenminste, misschien zie je dat een beetje vanaf bovenaf. Maar Mar dacht echt, wat vak moet ik doen? En dan hier de lange zijdes weer galopperen. En dan is het belangrijk om in verlichte zit te gaan. Dan hier weer terugnemen. Wel activiteit bewaren. Maar het is natuurlijk logisch als ze kort moeten draaien dat ze dan wat terugkomen in tempo. En weer verlichte zit en doorgaan. En wat je hiermee leert is natuurlijk ook een stukje dat ze goed reageren op wat je van ze vraagt. Dus het terugkomen en het weer weggaan. En dat heb ik ook al eens bij een andere instructeur, of een instructrice was dat, geleerd. Dat bij springpaarden het heel erg normaal is om ze aan te leren. Zodra jij in verlichte zit gaat, dan moeten ze gas geven vooruit. Dus dat was het doel van deze oefening. Dan gingen we de volgende oefening doen. Dit steltje met een drafbalkje ervoor. Dus je moest er wel in galop overheen. Nou, als eerste was al vrij duidelijk dat er wat meer activiteit in mocht komen. Dus hier ging ik er al iets actiever op af. En toen had hij dus wel een balkje gelijk ervan af. Omdat hij even zijn benen op moest tillen. Nou, poging 3. Dat ging al een heel stuk beter. Dus actief en dan gelijk hup in galop door. Maar wat ik wel ging doen is dat ik gelijk na de sprong links of rechts ging. Dus toen dacht ik, nee, ik wil eigenlijk rechtuit gaan. Dus dat was een mooie lijn om dan recht naar de C te rijden. Dat ging nog niet altijd even soepel zoals je ziet. Het gaat een beetje links, rechts. Want ik was namelijk ook nog bezig om dan in de goede galop te laten landen. Nou, hier ging de überhaupt gewoon weer verder draven. Dus dan was het weer, oké, leuk dat je met al die dingen bezig bent, maar hou hem wel actief. Hier ging het volgens mij al wel wat beter. En hier zo, oh, ging dan gelijk weer rechtsaf. Nou, ik was in ieder geval bezig met hem in de goede galop te laten landen. En dat ging hier dus volgens mij voor het eerst dan wat beter. Dus dat je en in de goede galop landt, maar dat je ook nog gewoon rechtuit kan gaan. Nou, hier gingen we hem dus in galop doen. En dan zie je dat het veel makkelijker voor mij is om Marley daarna rechtuit te laten gaan. En net gingen we dus linksaf en nu gingen we rechtsaf. Dus zo kon ik een beetje spelen met welke kant ik hem wilde laten landen. En dat ging eigenlijk best wel goed. Dus deze laatste ging ook weer heel erg fijn. Toen was het tijd om een soort van te beginnen met parcours. We gingen niet al beginnen, want we gingen alleen hindernis 1 doen. Je ziet dat hij daar niet helemaal op uitkwam, maar we hadden een goed tempo. Maar op een gegeven moment ging hij dus mesten. Dus toen verloren we een stukje tempo, waardoor het niet helemaal meer uitkwam. Nou, hier zo hadden we een okser van gemaakt en toen ging hij eigenlijk heel fijn eroverheen. Toen namen we dus die nummer 10 en daarna ging ik wel gelijk rechtsaf, want dat was de bedoeling dat je dus daarna die nummer 1 nam. Je moet natuurlijk goed over de hoefslag heen gaan en dan op tijd wenden en dan er naartoe gaan. En dan heb je dus deze bocht.
Ga je weer nog een keer nummer 1 doen, die dan weer wat hoger is. Je moet goed deze bocht natuurlijk doorrijden, omdat hierna dus nummer 2 komt. Oh, hier gingen we al helemaal parcours doen. Oké, helemaal parcours. Nummer 2. En hier was het echt gewoon, kijken hoe we uitkomen. Want ik had geen idee hoeveel galoppas er tussen zaten, maar dat ging eigenlijk goed en het kwam best wel mooi uit. Hier zo heb je dan weer even wat ademruimte om hier een tweesprong in te gaan. Die vond ik best wel spannend, want ja, ik heb een pony en hij stond op paardenafstand. Maar gewoon een hoop gas geven. Nou, hier kreeg ik ook een beetje error, want deze nummer 5 is gewoon best wel hoog. En je ziet hier dus Marley links afgaan. Maar kijk, je moet best wel een scherpe wending draaien om hier weer naar nummer 6 te gaan. Sorry, het gaat echt heel snel achter elkaar. Snelle wending draaien om naar nummer 6 te gaan. Dus je moet een beetje links aanhouden om dan een pocht naar rechts te kunnen maken. Dus ik probeerde dat een beetje te doen. En dacht Marley dus dat hij naar links moest. Nou, hier heel veel gas richting nummer 7. Want hier komt namelijk een dubbel op 1 galopsprong. En daar moet ik echt maar vol gas doorheen rijden, anders redt hij hem niet. Maar dat deed hij echt super, super goed, deed hij dat. Nou, dan is deze weer nummer 2 is ook nummer 9. En dan rij je hem dus naar de laatste nummer 10. En deze kwam best wel groot uit. Maar hij heeft mij ontzettend goed gered en geholpen, dit hele parcours eigenlijk. Maar hij springt gewoon de laatste tijd groot. Ja. Waardoor het kan. Nou, iets te groot soms bij sommige oksers. Maar... Nou, even bedenken wat er net niet goed ging en wat je nu wil gaan verbeteren. Hindernis 1, super mooi aangereden. Hier ruim de bocht nemen om dan op tijd te wenden voor hindernis 2. Ik ging hem hier ietsjes terugrijden. Maar ik wist nu hoe deze uitkwam. Dus 2, 3, 4, 5. En dan wat meer tempo gereden, waardoor die wat beter uitkwam. Nou, die ging dus ook heel erg fijn. Hier weer even een grote halve volte richting hindernis 4. Hier reek hem ook ietsjes terug, maar om dan vervolgens hier wel wat meer gas te geven, waardoor die wat groot kwam. En omdat ik hem de vorige keer hier wat krap vond komen, had ik hem wat meer de buitenbocht genomen. En kwam die op nummer 5 ook weer heel erg mooi. Nou, ook weer dus ruim naar 6 toe. Hier echt flink gas gegeven, want daar kwam ik net een beetje te groot uit, maar... Dat probeer ik Marley nu te leren, dat hij ook groot kan gaan springen. Want vroeger deed hij dat echt niet. Nou, hier reken ik hem ook weer wat terug naar 7. En dan kom ik dus niet helemaal hier lekker uit. Dus hij gaat hier al af. En een okser erachteraan. Dus ik dacht echt, Mar, echt applaus voor jou dat je dit gewoon redde. Want dat was echt niet netjes gereden van mij. Hier nummer 9 ging eigenlijk weer heel erg mooi. En omdat ik hem net wat groot had bij nummer 10, had ik hem nu wat teruggereden. Nou, het ging... Echt, ik kan niet zeggen hoe blij ik ben met hoe Marley hier gesprongen had. Hoe lang wij geleden natuurlijk een parcours hebben gedaan. En ook gewoon hoe die verbeterd is ten opzichte van vroeger. Ik heb met Marley vroeger natuurlijk ook B-parcoursen, dus 1 meter gedaan. En ook 80 en 90 centimeter natuurlijk. Maar die oksers waren zo'n probleem. Het groot springen was zo'n probleem. En je merkt nu dat hij, sinds hij goed op gewicht is en sinds we echt een beter grondtempo hebben ook, dat hij het gewoon zoveel beter ook allemaal kan. En dat geeft heel veel vertrouwen. Want soms vind ik het een beetje spannend als de afstand niet helemaal klopt. Maar omdat we dit nu gewoon zo samen doen, ben ik niet meer bang dat hij weigert. En dit parcours stond trouwens, het eerste parcours stond op 70-80. Dus sommige hindernissen waren 70, sommige waren 80. En het tweede parcours stond op 80 en sommige stonden dan op 90. En dat vond ik echt een beetje spannend, maar wel heel blij dan om te zien dat het zo ontzettend goed ging. Want ik wil natuurlijk wellicht dan toch mijn winstpunt in de 90 centimeter gaan halen. Dat is een doel van dit jaar. En ik denk om te zien dat dit pas onze tweede springles was en dat hij nu al zo goed deed, dat het absoluut binnenkort op de planning gaat staan. Wij zijn weer terug van de springles. Alle paarden hebben eten gehad en zijn nu de restjes van elkaar aan het opeten. En ik denk dat ik wel een voice-over heb gedaan tijdens de springles. Maar ik ben gewoon zo ontzettend trots hoe hij het heeft gedaan. En gewoon zo blij over hoe hij eigenlijk zonder per se heel veel gesprongen te hebben, maar hoe wel die verbeterd is ten opzichte van een paar jaar geleden toen we nog fanatiek sprongen. Dat was een beetje raar. Dit licht maakt het er niet heel veel beter op. Dus ik hou het lekker voor gezien. Ik zie jullie morgen. Goedemorgen, kipjes. Wat zien jullie er weer formidabel uit met z'n viertjes. Ja, heel schattig. Goedemorgen van mij ook. Ik zie er echt niet uit vandaag. Ik heb mezelf ook open gehaald hier zo. Dus ik heb heel veel concealer opgesmeerd. En hoop dat je het niet zo goed ziet. Maar je ziet het nog steeds. Het lijkt net alsof ik een zonnebril heb opgehad.
dat één pootje er soort van in gebrandmerkt is. Dus ik laat mezelf voor de rest van de dag niet meer zien, want ik zie er niet uit. Ik heb een pakketje binnengekregen en die ga ik even met jullie unboxen. Ik ben trouwens deze ochtend bezig om een beetje op te ruimen. Vooral uitmest had ik echt al 3 dagen niet gedaan. Omdat het echt al 3 dagen non-stop regent, hè, Ax? En we gaan niet in de regen uitmesten, hè? Nee, doen wij niet aan. Doen wij niet aan. En volgens mij is Nacho daar lekker aan het eten. En mag Marley er niet langs van hem? Marley staat er echt zo heel zielig achter. Kom maar, Mar. Durf je er niet langs? Nee, niet jullie. Wat is met jou? Ja. Oh, mooi. Lekker midden in beeld. Heb je net gedronken? Het valt allemaal uit je mond. Hoi, Nach. Hoe gaat het met jou? Spierpijn van gisteren? Wat zal jij blij zijn als de nieuwe trek straks af is? En dat er geen doodlopende hoeken meer zijn, hè? Nee, want dan kan je gewoon omlopen. Als die daar gemeen tegen jou doet. Kom, pak je kans. Snel. Oh, oh, nee. Niemand mag eten. Zielig. Dus zo ben jij zo afgevallen, zeker? Ja, ga maar aan het draad zitten. Er staat gewoon stroom op, hè? Maar lekt aan alle kanten weg. Ja, ook dat nog een maandje. En dan krijgen jullie gewoon weer lekker stroom als jullie het aanraken. Mwahaha. Ik had deze eigenlijk omhoog gezet, omdat het laatste beetje er nog in zat. En dat was een beetje nat geregend. Dus als ze het nu nog opeten, kan het nog wel. Anders moet ik het namelijk weggooien. Maar kijk, Mark komt dus heel de tijd. En die gooit hem dan weer terug. Kijk, oeh, oeh. Alsof het van Mark niet mag of zo. Kijk, oh, hartje, kijk uit je hoofd. Oh. Het is zo grappig. Elke keer, dus al de derde of vierde keer dat ik hem omhoog heb gezet. En elke keer gooit Mar hem weer terug. Doe het maar, doe het. Meestal haal ik hem eigenlijk helemaal uit. En dan zet ik hem gewoon aan de zijkant neer. Oh, wat is het hier in één keer gezellig met z'n allen. Ik heb een beetje naar aanleiding van jullie reacties een bestelling gedaan bij Netlandic. Dus uiteraard niet gesponsord, gewoon zelf betaald. Ik was, zoals ik vertelde, op zoek naar fijne cavalettis. En ik heb heel veel verschillende soorten berichten daarover gekregen. Van do-it-yourself versies tot wat je kan kopen. En uiteindelijk ben ik op deze terecht gekomen. Ze waren toch iets duurder dan ik oorspronkelijk van plan was. Maar ik heb een goede reden. Dit zijn ze namelijk. Deze blokken heb ik gekocht. Zo zien jullie het goed. En dit zou je ook zelf kunnen maken van een grote pion. Maar ik dacht, het is net zo handig om ze dan maar gewoon te kopen. En je kan deze namelijk op 3 verschillende manieren gebruiken. Volgens mij is het onderste gat, zit hij dan op 15 centimeter hoog. Als je hem een kwartslag draait, heb je dit gat. Dacht ik dat hij op 25 zat. En dan kan je hem dus ook gewoon bovenop leggen. En dan zit hij op 40 centimeter hoogte. Dus dat is wel echt een hoogte waar ik heel blij mee was. Omdat, ja, dan kan ik hem heel goed wisselen tussen Marley en Ax en Suske eventueel. En natuurlijk met Nacho met zijn lange benen. En dan zou je er zelfs natuurlijk echt ook wel kleine sprongetjes van kunnen maken. En waarom ik dan voor deze heb gekozen. Want deze waren alsnog €30 per stuk volgens mij. Ik heb er dus 8 gekocht. Want ja, dan kan je wel op zijn minst 4 hindernisjes ermee maken. Of 4 cavalettis ermee maken. Maar ik had ook andere. En die kosten dan maar €12 dacht ik. En die kon je dan op 1 manier gebruiken. En als je die dan hoger wilde maken, moest je daar dus gewoon een dubbele op zetten. Net zoals je met die IKEA plaspotjes doet of wat dan ook. Dan zet je er dus 2 op elkaar. Maar dan ging die maar van 15 centimeter naar 25 centimeter. En wat ik zeg, ik zou het ook wel chill vinden om echt wat hoger, zoals dit, 40 centimeter te hebben. Dus dan zou je er heel veel op elkaar moeten stapelen. En dan moet je er alsnog heel veel dus aanschaffen. Dus in the end ben je dan misschien met deze, ook al klinken ze duurder, ben je dan goedkoper uit omdat je ze op 3 verschillende hoogtes kan gebruiken. En dat vond ik eigenlijk het handigste. Zeker omdat ze best wel compact zijn en ook wel licht om te gebruiken. Want mensen die raden ook aan om ze gewoon zelf te maken. Van houten kruisen bijvoorbeeld. Dat zou kunnen. Maar moet ik dat ook echt wel weer zelf maken. Moet er tijd voor maken. Blablabla. En eigenlijk vond ik dit dus veel handiger. Dus bedankt voor de tip, want dankzij jullie ben ik achter deze gekomen. Ik ga ze even bij de bak zetten. Het paard hebben vandaag vrij, dus ik denk dat ik ze pas volgende week ga gebruiken. Maar dan staan ze in ieder geval wel bij de bak. Kijk, Mar, slim. Die gaat nu gewoon lekker in zijn eentje in de inloopstal staan. Van een hooibak vol met hooi. Terwijl zusje dan weer zo zielig achter Nacho gaat staan. Nacho en Ax eten dan wel samen, want dat vindt hij dan wel weer goed.
Maar zus die blijft er dan achter staan. Zus is zo... Ik weet niet wat haar relatie met Nacho is. Want ze is aan de ene kant best wel bang voor hem. En aan de andere kant staat ze ook zo vaak zo achter hem. Ik weet niet of het... Ja, of ze echt soort van te wachten staat op haar beurt. Of dat ze misschien een soort bescherming toch bij hem zoekt of zo. Ik weet het niet, maar het is wel echt heel erg opvallend. Ik kan niet wachten tot de trek af is. En dan wil ik gewoon 4 hooipunten maken. Zodat ze natuurlijk ten eerste, wat ik net zei, geen doodlopende stukken zijn. Zodat ze ten alle tijde door kunnen blijven lopen naar het volgende hooipunt. En dan op zijn minst dus 4. Dat iedereen ten alle tijde ergens in ieder geval op hooi kan gaan eten. Ik wil binnenkort... Ik denk 1 deze dagen kan dat denk ik wel. Even een uitgebreide video opnemen over wat nou precies alle plannen zijn. En dat ik ook nog kan vertellen met waar het bezwaar nou eigenlijk op sloeg. Maar dan loop ik het even helemaal met jullie door. Dan loop ik even de hele plattegrond door. En dan kunnen we samen even brainstormen over een aantal dingen. Want een paar dingen die liggen natuurlijk echt vast. Die horen echt bij de vergunning. En een paar dingen zijn natuurlijk ook los. Die kan ik zelf bepalen. Dus misschien is het leuk om daar met z'n allen over te gaan brainstormen dan. Deze do it yourself jongens die mij de afgelopen... jaren en maanden hebben geholpen, die ga ik lekker in de kast stoppen. Want kijk, ik heb echt een superleuk parcours opgezet. En jullie weten hoe erg ik ervan hou als 1 zo'n pionnetje multifunctioneel is. Want dan heb ik natuurlijk hetzelfde met mijn staanders, die ik echt speciaal uit Engeland ervoor gehaald heb. Omdat je dan ook verschillende gaatjes kan gebruiken. Dus voor 1 met eigenlijk 4 staanders kan je dan dus 3 sprongen maken. Dus dat is helemaal leuk. Dus ik heb dit ervan gemaakt. Dit is dan een inuitje. En dan op de laagste stand, dus dat is dan 15. Dit is dan op de middelste stand, dus dat is 25. En dit is dan op 2 galopsprongen. Als ik ze tegen elkaar aan had gezet, dan hadden bijvoorbeeld die balken ook... had je zeg maar 1 of 2 pionnetjes ertussenuit kunnen halen. Maar als ik hem precies zo neerzet, kan ik gewoon nog hier van de E naar de B... gewoon rijden of een volte maken of iets in die richting zonder dat dit gevaar dan in de weg staat. Dus ik dacht ik doe het op deze manier. Dus dan heb je in plaats van 1 galopsprong ertussen heb je dan nu 2 galopsprongen ertussen. Zodat je wat ruimte creëert. Dan heb ik hier zo op de bovenste liggen. Dus dan staat hij op 40 centimeter als ik het goed heb. Dat is ook een inuitje. En dan natuurlijk deze weer. Zelfde hoogte als die erachter. Zodat hij dus op 2 galopsprongen staat. Ik vind het helemaal leuk. Hoe leuk ook dat het zo matcht met mijn balken. Dus ik had 4 blauwe gehaald, omdat ik, nou ja, niet omdat, want ik dacht gewoon, nou, ook 4 blauwe, 4 gele. Dan kan ik altijd nog een beetje puzzelen. Maar dit past dus perfect, omdat ik 3 blauwe balken heb. Nou ja, geel en groen. Het is niet exact hetzelfde, maar het staat alsnog wel leuk, toch? Ik heb echt super veel zin om nu de paarden te gaan longeren. Om dan de cavalettis ook te gebruiken. En ik heb ook wel zin om met Mars het onder het zadel te gebruiken. Met Nartje vind ik dat nog een beetje spannend. Ik denk wel dat ik binnenkort met balkjeslessen bij Wesley wil gaan... starten met hem. En als dat dan op een gegeven moment goed gaat. Wat heb je voor beeld hier? Hoort dat? Oh, dit zijn kiesjes denk ik of zo die eronder zitten. Maar als het op een gegeven moment goed gaat. Dat Wesley dan met Nacho kan gaan springen. Ik weet niet wat het is. Met Mar deed ik dat vroeger allemaal gewoon zelf. En dan even niet eens per se met mijn val te maken. Want ik had het ook al een beetje het idee voordat ik er gevallen was. Maar ik vind het echt zoveel spannender om nu met Nacho te gaan springen op een of andere manier. Hè? Knappertje. Maar hier ligt u dat hartstikke goed. We gaan wel echt volgende week vrij springen. Dat beloof ik je. Ja. Ik denk dat dat ook wel goed is voor jou. Om gewoon regelmatig vrij te springen. Kan je alvast een beetje zelf je techniek boven de hindernissen uitzoeken. Voordat er een persoon op je zit. Want ben je me helemaal aan het inspecteren? Ja, er zitten wel snoepjes hier in mijn zak. Dat klopt. Maar die krijg je niet. Nee. Ik kan ze deze week dus nog niet gebruiken. Want nou, zoals ik vertelde, vandaag hebben de paarden vrij. Omdat ze gisteren allebei... gereden hebben. En op zich zouden ze vandaag ook nog wel iets kunnen doen. Maar we gaan morgen op buitenrit, denk ik. En dan gaan we voor het eerst denk ik even een iets langer rondje. Dus daar moet hij even zijn energie voor hebben. En de dag daarna gaan Noeke en ik samen naar de rijvereniging toe. En het kan ook andersom. Dat we morgen naar de rijvereniging gaan en dan donderdag op buitenrit. Maar omdat er gisteren al heel parcours stond. Omdat er woensdag weer oefenspringen is. Is de kans erg aanwezig dat er woensdag overdag veel mensen zelf gaan springen. En dat vind ik nog een beetje te spannend om dan met hem daar gewoon tussen te gaan rijden. Dus ik hoop dat dan donderdag het parcours weg is. En anders in ieder geval dat het een stuk rustiger is, zodat we die kans minder hebben. Dan vrijdag hebben jullie weer allebei vrij. Zaterdag ga ik met Mar op buitenrit. Dus dan kan Nacho ook wel weer wat doen. En zondag hebben we weer les bij Mireille. Dus dan gaan ze ook allebei weer wat doen.
Nou, ik ga dit eventjes opruimen. Auto en trailer terugzetten van gisteren, want daar had ik gisteravond geen zin meer in. En dan ga ik mezelf daarna naar de sportschool slepen. Laten we maar gewoon gelijk beginnen met die goede voornemens. Ik denk dat het fucking druk zal zijn, want iedereen die voornemens heeft. Daarom ging ik expres niet op maandag. En expres onder werktijd. In de hoop dat het dan nog een soort van rustig is. Nou, ik ben inderdaad ondertussen alweer terug van de sportschool. Het was echt super rustig. Er waren echt maar 5 mensen of zo. Ik ben dus nu de video aan het editen. En ik zie dat hij al 30 minuten is. Dus ik ga hem bij deze lekker afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie heel graag binnenkort weer met een nieuwe vlog.